Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Voor alweer het vijfde en laatste gesprek van vandaag. En met mevrouw Lazaroms in dit geval. Hartelijk welkom. Dank u wel. Mevrouw Lazaroms, de commissie bestaat uit de heer Udebelt, mevrouw Fokke, zelf, mevrouw Slot, meneer Van Meenen. De laatste twee zullen de leiding hebben, zal ik maar zeggen, bij dit gesprek. Mm-hmm. Maar de rest van de commissie doet ook mee als dat zo uitkomt. Welkom vandaag. We gaan het hebben over het ICT-traject dat schuil gaat achter de website werk.nl. Belangrijke site voor zo'n 700.000 werkloze Nederlanders. En trouwens ook voor werkgevers. U bent sinds 1 januari 2012 lid van de Raad van Bestuur van UWV. En heeft onder andere dat werk.nl in uw portefeuille. Kunt u ons vertellen wat precies uw rol en taak is bij dat UWV? Ik heb als belangrijk onderdeel, misschien toch even voor de goede orde. Ik meen dat het u verteld is, maar ik ben lichthardhorend. Dus het kan zijn dat ik u vraag om een vraag te herhalen. Het is niet, maar het is denk ik goed om dat even aan te geven. Wij zullen ons best doen zo helder en duidelijk mogelijk te spreken. Dank u. Mijn portefeuille, een belangrijk onderdeel daarin is ICT. Dus niet zozeer het werkbedrijf, maar wel de ICT-componenten daarin. Dat is denk ik wel de belangrijkste reden waarom ik hier vandaag zit. Daarnaast ook leveranciersmanagement, tenminste facilitair bedrijf, zit in mijn portefeuille. Meneer Van Meenen, u pakt het op. Ja, u heeft meer ervaring bij de overheid. U heeft in andere functies gewerkt. Misschien kunt u daar iets over zeggen. Ja hoor, ik ben bij de overheid gaan werken op 1 januari 1990, dus dat is behoorlijk lang geleden. Nadat ik een studie had gedaan, echt gericht op de overheid, juridische bestuurswetenschappen. Ik heb dan gewerkt bij verschillende departementen. Ik ben begonnen bij het ministerie van Financiën, daarna VWS, vervolgens SZW een korte periode. En de laatste periode was bij OCW. En van daaruit ben ik overgestapt op 1 januari 2012 naar het UWV. Ja. En heeft u in die eerdere functies ook ervaringen met ICT gehad? Nou, in elke functie zit tegenwoordig ervaring met ICT. Dus ook in de functies die ik heb gehad, ja. En kunt u daar iets meer over zeggen, wat dat was? In de periode eind jaren 90 was ik hoofd van de afdeling coördinatie financiële informatievoorziening bij het ministerie van Financiën. En een belangrijk onderdeel zeg maar van de portefeuille was om te komen naar een functioneel ontwerp voor de financiële systemen binnen de Rijksoverheid. Dus dat had een behoorlijke ICT-component. Ja. In de tijd bij OCW had ik van een veel recentere periode, had ik kinderopvang op een gegeven moment in portefeuille. En toen was het tot stand komen van het register voor de kinderopvang, met name de gastouderopvang, ook een project met een behoorlijke ICT-component. Ja, nou en op uw huidige rol zullen we natuurlijk in de loop van het gesprek nog terugkomen. U bent ook lid van de manifestgroep. Kunt u uitleggen wat dat is? Ik ben zelfs sinds december voorzitter van de manifestgroep. Gefeliciteerd. De manifestgroep is een, eigenlijk een club van ongeveer 15, 16 uitvoeringsorganisaties. Er heeft een fusie plaatsgevonden tussen twee leden. Die met elkaar, puur zeg maar op vrije wil, gewoon omdat men elkaar opzoekt, als thema dienstverlening aan burger en bedrijf voorop stelt en met elkaar daar ervaringen op uitwisselt, om op die manier maximaal gebruik te maken van elkaars kennis. En u bent ook lid van het bestuur, en misschien ook inmiddels wel voorzitter, wie zult zeggen, van het gaat snel met u, van het ICTU, de ICT-uitvoeringsorganisatie. En wat is uw rol daar? Ik ben nog steeds geen voorzitter. Ik heb overigens ook niet die ambitie. ICTU is, zeg maar, de manifestgroep komt 1 keer in de 6 weken ongeveer bij elkaar. Voor ICTU geldt het echt maar een paar keer per jaar. En dat gaat eigenlijk vooral om de begroting vast te stellen, de verantwoording. En eerlijk gezegd is niet veel meer dan dat. Nou, u zei het net al, op 1 januari 2012, of de voorzitter zei het, op 1 januari 2012 kwam u in dienst van het UWV. En u heeft dan
in het bijzonder ICT en werk.nl in uw portefeuille. Over werk.nl niet specifiek in mijn portefeuille. Hè. Als het gaat over de business, dat zit bij het werkbedrijf. Overigens, ik ervaar het wel als mede mijn verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Bestuur. Goed. U had vast wel eens van UWV en werk.nl gehoord voordat u bij het UWV kwam werken. Wat was uw beeld? Ik werd in de zomer van 2011 gevraagd om te solliciteren naar de functie van de Raad van Bestuur, of in ieder geval mee te doen met de sollicitatieprocedure. En natuurlijk had ik wel wat gelezen in de krant. En ik wist dat het UWV een bedrijf was met enerzijds een enorme taakstelling om te realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen. Een bezuiniging bedoelt u? Ja. En anderzijds om dat voor een belangrijk deel te doen door middel van ICT. Aan de ene kant met online dienstverlening. Werk.nl is daar een heel mooi voorbeeld van. Maar ook voor de, zeg maar, wat we noemen e-werken. Om ook, zeg maar, de processen in huis efficiënter in te regelen. Ik vond het werkelijk een hele mooie uitdaging om mijn steentje aan mee bij te mogen dragen. Ja, want u houdt wel van dingen die wat problematisch zijn. Las ik ergens in een interview met u. Het was voor u een extra stimulans, omdat het daar nog niet helemaal naar wens liep. Als mensen tegen mij zeggen van dit is een probleem, dat is voor mij een extra reden om de tanden erin te zetten. Ja. Oké. En is dat dan voldoende voor u om uw tanden erin te zetten dat het een probleem is? Of wilt u ook nog weten wat het probleem is? Sorry, waar wilt u heen? Gewoon naar een antwoord op de vraag. Jawel, maar ik probeer even. Nee, maar ik bedoel, u zei van, nou, ik had er wel eens iets over gelezen. Ja. En ik had wel eens gelezen dat er een probleem was. Als u daar dan begint, gaat u zich dan ook nog verdiepen in wat het probleem is? Ik heb me vooral verdiept ook hoe groot de taakstelling is, wat te realiseren en ook hoe ver men op dat moment staat. Zodat ik op dat pad kijk hoe ik daarin verder ga. En was uw beeld dan dat de taakstelling eigenlijk het enige probleem was? Nee. Het realiseren van die taakstelling door middel van de ICT-dienstverlening is natuurlijk ook een hele uitdaging. Ja, maar de wijze waarop. Ja, maar de grootste uitdaging van het UWV, ik weet niet hoe u dat ziet, lijkt mij niet het realiseren van een taakstelling, maar het realiseren van service voor die ongeveer 700.000 werkzoekende werkgevers, et cetera. Precies, dat verhoort u helemaal goed. Zag u daar ook problemen of niet? Liep dat allemaal goed? Wat ik dus misschien goed om te formuleren. Voor mij die dienstverlening aan die burger, die staat voorop. Dat is de reden waarom ik ook naar UWV ben gegaan. Precies. Je wil als uitvoeringsorganisatie het beste bieden voor de burgers. Ja. Diezelfde burgers wil je ook zo min mogelijk belasting laten betalen. Dus die combinatie tussen die twee. Hoe je dat op een goede, evenwichtige manier tot stand brengt, dat vind ik echt een enorme uitdaging. Ja, nee, dat is fijn, maar het is alleen niet het antwoord op mijn vraag. Want mijn vraag was, u had zich van tevoren georiënteerd op het probleem bij UWV. En u heeft tot nu toe gezegd, nou, dat probleem zat vooral in de taakstelling, in de bezuinigingsopdracht. En mijn vraag is, zag u ook een probleem toen u daar naartoe ging in het functioneren, zeg maar, van werk.nl? Want dat was eigenlijk waar je de meeste dingen, zo als burger, wat ik ook maar gewoon ben, las. Ja. Toen ik bij UWV kwam werken, waren er regelmatig verstoringen. Overigens, de eerste verstoring waar ik mee te maken had, had meer nog te maken met UWV.nl dan werk.nl. Die dingen worden wel eens door elkaar gehaald. Mm-hmm. Maar er waren behoorlijk wat verstoringen. Tegelijkertijd, Dennis, moet dat zeggen? Die verstoringen die zijn er, omdat wij tijdens de dienstverlening willen door laten gaan en tegelijkertijd de boel aan het verbouwen zijn. Ja, nou ja, daar komen we zo nog op, hoor. Maar ik wilde toch even vaststellen dat u met meerdere problemen te maken had. Ik heb meerdere uitdagingen ik tegengekomen, als u dat zo wilt formuleren. Ja, nou ja, dat is inderdaad precies het eerste woord voor ongeveer van mijn volgende vraag. Een van die uitdagingen is dat er een idee is dat in 2015 eigenlijk werk.nl optimaal zal functioneren. Want dat is op dit moment nog niet het geval. Ziet u dat ook als een uitdaging voor uzelf om dat te realiseren?
Ik zou het iets preciezer willen formuleren. We hebben volgens mij met de Kamer en met de minister afgesproken dat in 2015 de basisdienstverlening van werk.nl op orde is. Dat is iets anders dan een optimale site. Dus, wat is het verschil? Basisdienstverlening betekent dat hij werkt, dat hij het goed doet, dat hij stabiel is, dat soort dingen. Op het moment dat je zegt optimaal, daarin versta ik meer dat bij wijze van spreken alle technische snufjes ook nog verwerkt zijn. En ook na 2015 hebben wij echt nog wel wat dingen te doen. Oké, nou dat is mooi. Op zich. Slotvraagje in dit blokje. U heeft ook denk ik inmiddels kennis kunnen nemen van de ICT. ICT is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf. U heeft ook kennis kunnen nemen van de ICT-kennis daarbinnen. Hoe schat u die in? Wat is uw oordeel daarover? Ik vind dat er binnen UWV behoorlijk wat ICT-kennis aanwezig is. Als ik gewoon om me heen kijk, dan zie ik kundige mensen. Tegelijkertijd, wij hebben niet alle kennis in huis. En dat zou ik ook niet willen, want als je alle kennis in huis hebt, dan betaal je er ook een prijskaartje voor. En dat zou ik de belastingbetaler weer niet aan willen doen. Dus ik denk, ja, wij hebben heel veel kennis in huis. Misschien kan ik het illustreren met het aantal externen, wat hier volgens mij ook een aantal keren aan bod is geweest. Als ik kijk naar het ICT-bedrijf, dan werken daar zo'n 900 mensen. 130 daarvan zijn externe. We kunnen zeggen, dat is veel te veel. Het heeft andere verhoudingen dan zeg maar in het verleden. En wat we ook als beleid hebben bij het inhuren van externen, om dat door middel van co-sourcing te doen, om kijken of we kennis kunnen delen. Kunt u dat even uitleggen, wat co-sourcing is? Niet zozeer voor de commissie, wij weten dat natuurlijk meteen, maar voor de argeloze burger die aan de buis gekluisterd zit. Met co-sourcing bedoel ik dat je samenwerkt om bepaalde dingen te ontwikkelen. En op die manier dus ook dat je eigenlijk, voor zover je kennis niet zelf in huis hebt, ook zorgt dat jouw mensen ook die kennis gaan krijgen. En dat is natuurlijk wel een win-win situatie. Mevrouw Warnsholt. U haalde zo net al de verhouding met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. Hoe werkt de sturing en verantwoording vanuit het UWV naar het ministerie van SOZW toe als het gaat om ICT-projecten? Wij rapporteren eigenlijk sowieso, is het project Redesign, want als ik het daar even over heb, een van de projecten waarin we in elk bestuurlijk overleg bij stilstaan en ook in alle reguliere agenda's van zowel van het beleidsoverleg zijn dit gewoon vaste agendapunten die steeds terugkomen. En wanneer vinden die overleggen plaats? Met welke frequentie? De bestuurlijke overleggen over de overleggen van de leden van de Raad van Bestuur met het departement. Dat zal, ik denk, elke zes weken zo'n beetje. Zes tot twee weken tot twee maanden. Daarnaast vindt er natuurlijk ook nog heel veel ambtelijk contact plaats. En op welke niveaus vinden dat ambtelijk contact plaats? Het is ook de directeur. En niet daaronder? Ook daaronder. Ik bedoel, we hebben geen verbod om met elkaar te praten. Dus ook daaronder vinden gewoon contacten plaats. Ja. Dus het vindt voornamelijk plaats in reguliere overleggen. Komt het ook wel eens voor als er bijvoorbeeld een incident is met redesign of er een knelpunt optreedt, dat u ook incidenteel nog contact opneemt met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Op het moment dat er een knelpunt is, op het moment dat wij denken van nou, dit is iets wat ook degene die politiek verantwoordelijk is moet weten, nemen wij natuurlijk contact op met het departement, ja. En is er andersom, dat is de ene kant van de weg, maar is er andersom ook een directe sturing vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dit programma? In elk overleg wordt dit ongeveer geagendeerd en ook vrij uitgebreid wordt dit besproken. Het is misschien wel goed om aan te geven dat we hebben het eigenaarsoverleg, het beleidsoverleg en we hadden eerst zeg maar het financieel aansturingsoverleg, gewoon om de rollen goed te scheiden. Samen met het departement zat ik in het financieel aansturingsoverleg en heb aangegeven, nou, het is ook wel goed om juist op een aantal meer bedrijfsvoeringsonderwerpen met elkaar breder het gesprek aan te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, op het gebied van ICT, maar meer de diepte in. En dat hebben we ook sinds de tweede helft van 2013 ingericht.
En wie is uw gesprekspartner dan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? In dit geval is dit de plaatsvervangend SG. En komt het ook wel eens voor dat u aan tafel zit bij de minister om over de voortgang te bespreken? Er zijn ook bestuurlijk overleggen met de bewindspersonen, ja. En die vinden 1 keer, 2 keer per jaar plaats? 4 keer volgens mij. 4 keer per jaar. Ja. En dan heeft u het over verschillende soorten onderwerpen. Gaat dat dan tot en met de dirty details? Of nee, als ik dat in het Nederlands vertaal. Hè? Maar welke aspecten worden er precies besproken? Gaat het over de voortgang, de inhoud? Kunt u daar iets meer over zeggen? Dat hangt, dat hangt natuurlijk ook af van de vraag van het departement. Maar misschien is het... Ik heb ook een keer een presentatie mogen geven voor de minister. Later nog voor de vaste commissie van Sociale Zaken over de releasekalender van UWV. En hoe daarin zeg maar de verschillende projecten naast elkaar ruimte krijgen in het realisatieproces. Dat is behoorlijk gedetailleerd. Andere momenten is het meer op hoofdlijnen. Hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf waar het project op dat moment zich verkeert. Ging dat... ging deze wijze van informeren in het verleden anders? Niet in mijn tijd. Nee, ik vraag het inderdaad omdat... kent u het rapport van de commissie Kist? Ja. Ja. Die concludeerde natuurlijk de rapport Commissie Interne Sturing, zo heet die inderdaad officieel, dat de verhouding tussen UWV en SOZW door een veelheid van overlegrelaties werd gekenmerkt. Waarbij gaandeweg een helder beeld van de onderscheiden rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden uit zicht was geraakt. Kunt u vanuit uw huidige positie zeggen wat daar inmiddels is in verbeterd? Wat ik in ieder geval zie, hè, wat er nu is, dat we een helder onderscheid hebben in het beleidsoverleg, wat gevoerd wordt door Fred Paling. Het eigenaarsoverleg door Bruno Bruins en door mij, zeg maar, het bestuurlijk financiële informatiebeleidsoverleg, het BFI. Waarin we dus ook wel steeds helder een onderscheid maken tussen de beleidsverantwoordelijkheid en de eigenaarsrol. De opdrachtgever, nou ja, dat zijn wel dingen die goed zijn om uit elkaar te halen. Want het belang van SZW als beleidsmaker... hoeft niet altijd hand in hand te gaan met het belang van SZW in de rol van eigenaar. Dus het is goed om dat ook op 2 tafels goed aan de orde te laten komen. Nog voor mijn duidelijkheid, dan hebben we het eigenaarsoverleg met de voorzitter van het UWV, dat is de heer Bruins inderdaad. Ja. U heeft meer het financiële overleg. Betekent dat dus dat het eigendom en de financiën uit elkaar zijn gehaald in die overleggen? Nee, want de conclusies van mijn overleg komen altijd terug in het eigenaarsoverleg. U bent een soort voorportaal, uw overleg? Voor de details, zou je kunnen zeggen. En financiën zijn details? Nou nee, dat wordt op basis van het verslag beslist. Ik bedoel, je hebt het voorbereid, zodat het meer in detail besproken wordt. Maar uiteindelijk bepaalt de eigenaar, en dat kan soms ook behoorlijk in detail zijn, wat in het eigenaarsoverleg aan de orde komt. Dus financiën is een integraal onderdeel van het eigenaarsoverleg. Wat is een eigenaar eigenlijk bij u? Want er is een overleg. Een eigenaar is iemand die zich verantwoordelijk voelt voor de uitvoeringsorganisatie, in dit geval UWV, en vooral ook vanuit continuïteitsoogpunt. U zegt voelt, is dat bewust? Of... Nee. Is die ook verantwoordelijk? Ja. Oké. Okay. Ja. En wie is nu de eigenaar van werk.nl? De eigenaar van werk.nl? Ja. Dat is directeur werkbedrijf samen met de CIO en de projectdirecteur redesign. Oké. Okay. Die vormen met z'n drieën de directe aansturing van werk.nl. Ja. Nou ja, wij hadden hier vanochtend de heer Klaus op bezoek. U heeft wellicht iets over vernomen. Hij was van 2003 tot 2011 werkzaam voor werk.nl. En hij heeft ons een paar dingen, gevoelens zeg maar, en ervaringen met ons gedeeld. En een van die ervaringen was dat er eigenlijk helemaal geen heldere structuur was. Wie nu eigenlijk verantwoordelijk, in zijn tijd, hè, dat was voor uw komst. In zijn tijd voor wie verantwoordelijk was... voor welk onderdeel.
Daarom vroeg ik u ook, van, het zal ongetwijfeld nu beter zijn. En ik stelde u de vraag, wie is de eigenaar van Werkbent.nl? En er zijn dus, als ik het goed begrijp, 3 eigenaren. Ja, omdat daar aan de ene kant de functionele kant, hè, de doorontwikkeling van Werk.nl, een belangrijk onderdeel in vormt. Anderzijds ook de ICT-infrastructuur, de stabiliteit. En je wil wel dat die twee samen tot een goede uitkomst komen. En komen zij er met z'n tweeën of met z'n drieën er niet uit, dan is er escalatie naar de Raad van Bestuur. En dan bent u het? Dan zijn wij het, ja. Ja, oké. Okay. Dus, ja, goed. Ook ik. Ja. Mag ik daar één ding over doorvragen, collega? Tuurlijk. U zei net letterlijk, ik ervaar het, hè, dan ging het over Werk.nl, ja, wel als mede mijn verantwoordelijkheid als lid van de Raad van Bestuur. Dat heb ik toch goed gehoord? Ja. Okay. Dus er is een eigenaar en in laatste instantie bent u dat als lid van de Raad van Bestuur? Uiteindelijk wel. Collega van Meijden. Ja, ik zie u aarzelen. Het is blijkbaar, u heeft wel een eigenaarsoverleg, maar dat is best een lastige vraag als je vraagt wie is nou ergens eigenaar van? Want dan, eigenaar van Werk.nl en de andere vraag over eigenaarsrol ging over UWV. Ja, maar op een gegeven moment voor, laten we zeggen, de burger, voor de gebruiker, gaat het om Werk.nl. Dat werkt of het werkt niet. En dan, als het niet werkt, dan moet er iemand op aangesproken gaan worden. Maar iemand is er niet, want dan moeten we dus dan eerst mag kijken. Mag ik mij aanspreken? Dan mag ik u aanspreken. Ja. Okay. Nou ja, dat ga ik niet doen, maar goed, dat is de ene kant van het verhaal, het eigenaarschap. De andere kant, die meneer Klaus met ons besprak, was dat als er een probleem was, en dat was dan in het verleden voor uw komst een probleem wat vaak ergens in een krantenkop ineens verscheen, dan gebeurde er het volgende. Dan ontstond er onrust in het bestuur. En dat vertaalde zich dan door een aantal lagen heen naar de opdracht voor iemand binnen de organisatie in los het op. Mm-hmm. Hoe is dat nu? Nou, heeft u... Nou, gaat u wel. Ik heb eigenlijk bij UWV wat dat betreft een behoorlijk gestroomlijnde organisatie aangetroffen. En dat komt ook door lessen geleerd uit het verleden. We hebben natuurlijk ook een aantal projecten gehad die minder zijn verlopen. Daar is ook in uw commissie aandacht aan besteed. Dat betekent ook dat er een behoorlijk ingemanaged portfolioproces is. Dus we hebben een portfoliobureau, wat sowieso, we stellen met elkaar jaarlijks een agenda vast. Van hoeveel projecten doen we dan. En vervolgens lopen we die projecten elke maand eigenlijk door op afwijkingen. Dus elke maand komt sowieso het project, komt sowieso de projecten langs. Voor redesign hebben we zelfs dat het sowieso elke maand op de agenda staat qua voortgang. Dus niet alleen wanneer er problemen zijn, maar elke maand, ook zonder problemen, staat redesign op de agenda van de Raad van Bestuur. Nou, redesign even, dat is zeg maar het herontwerp van uw organisatie, noem ik het maar eventjes. Toch? Redesign, hele... ja, Werk.nl is namelijk niet echt een project wat je als project officieel definieert. Dat geldt wel voor redesign. Redesign is gestart in 2011 als antwoord op de bezuinigingstaakstelling. Van hoe zorgen we ervoor dat aan de ene kant het werkbedrijf qua budget wordt gehalveerd en anderzijds de dienstverlening, hè, want daar hadden we het net over, die zo belangrijk is voor de burgers. Hoe houden we die goed overeind? Want dat is toch echt het uitgangspunt, hoe je dat voor elkaar krijgt. En daar is uiteindelijk als antwoord opgekomen de e-dienstverlening, de online dienstverlening die we dus met Werk.nl bewerkstelligen. Waardoor we uiteindelijk ook met 1500 mensen minder bij het werkbedrijf kunnen werken. Nou ja, u zegt, hoe houden we de dienstverlening overeind? Hè? Dat suggereert, die is goed, maar die zou op dat pijl moeten blijven. Mijn indruk, en ook van berichten van de minister hier natuurlijk in de Kamer, is dat daar nou juist nog die slag gemaakt moet worden. Het moet nog beter met de dienstverlening en tegelijkertijd heeft u een bezuinigingsopdracht. Dat is eigenlijk de opdracht waar u voor staat. Ik gaf eerder aan dat wij werken aan Werk.nl en de dienstverlening tegelijkertijd proberen te blijven doen. En met proberen, dat bedoel ik echt hard werken.
Dat er een basisdienstverlening is afgesproken met het departement voor eind 2015. En eerlijk gezegd, als ik kijk waar wij nu staan, dan is dat verder dan we eerder hadden verwacht. Dat wil niet zeggen dat ik dus tevreden ben, want dat is dus iets anders. Dat hangt ook een beetje van wat de verwachting was natuurlijk. Dat heeft daarmee te maken, maar het is natuurlijk wat de taakstelling. Het werkbedrijf zou qua budget worden gehalveerd. Dat was uitgangspunt. Dus dat betekent niet dat je met de helft van het geld minder precies dezelfde dienstverlening kunt blijven verlenen. Dan moet je echt kijken naar andere middelen. Het antwoord daarop was online dienstverlening. En wat ik het, maar overigens ook zonder de taakstelling zouden we, als u het mij vraagt, ook overgestapt zijn op online dienstverlening. Want online dienstverlening biedt ook kansen. Want wat je wel ziet, ook in deze tijden van crisis, bijvoorbeeld de uitkeringen, die worden in 95%, nee, tegen 98% van de gevallen gewoon binnen 4 weken verstrekt. Dat was een aantal jaren geleden echt wat anders. Dat hebben we echt kunnen realiseren met behulp van zeg maar het digitaliseren van de processen. Ook als ik kijk het aantal mensen wat in 2011 gebruik maakte van de website werk.nl. Dat was ongeveer 1,5 miljoen. Inmiddels zitten we op meer dan 4 miljoen mensen. Dat is een behoorlijke toename. Dus dat is geen verandering die zomaar even geleidelijk tussendoor wordt gerealiseerd. Wat ik overigens, want er zijn verstoringen. Die zullen er ook altijd blijven, zelfs als de website gewoon helemaal op orde is. Want elke verandering die je doorvoert, brengt een risico met zich mee. Maar wat ik wel van belang vind, dat ook als er een verstoring is, afgelopen weekend was er een, speciaal voor mij gedaan, dan zorgen we steeds dat mensen daarvan niet de dupe worden. Dus ook nu hebben we gezegd van oké, dit is regulier onderhoud. Als u toevallig vandaag of morgen in het weekend uw taken had willen bijwerken. U krijgt daarvoor 2 dagen extra de tijd, zodat u in ieder geval geen last of hinder ondervindt van het feit dat wij nu onderhoud uitvoeren. Dus echt die dienstverlening aan de burger extra, die blijft enorm belangrijk. Wat voor extra kosten zijn daarmee gemoeid? U moet natuurlijk mensen inhuren in het weekend om bereikbaar te zijn. Ik neem aan dat u niet die mensen 4 weken per maand heeft zitten. Als wij in het weekend onderhoud plegen, dan zijn daar kosten mee gemoeid. Ja, dat klopt. Ja. Waar moet ik aan denken? Dat zit gewoon in de. Dat weet ik echt niet. Okay. Dat is wel een opvallend antwoord, want dat hebben wij vaker gehoord als het over het UWV ging en de vraag kwam: wat kost het? We hadden dat vanmorgen ook nog aan de orde. Er zijn natuurlijk voor uw tijd allerlei overeenkomsten gesloten. Er zijn ook in 2010 vernieuwde overeenkomsten gesloten met onder andere IBM en Logica. Hoe ziet u hun rol bij deze hele operatie, maar ook in het verleden? Wat is daar iets in veranderd sinds uw komst? Ja, daar is wel wat in veranderd. Het verleden is voor mij moeilijk, omdat dat heb ik eigenlijk niet zelf kunnen meemaken. Ik kan het beschrijven zoals ik het heb gezien vanaf januari 2012. En wat je ziet is dat in het begin zag je toch dat ieder bezig is met zijn proces. Ook softwareleveranciers, die maken hun ding. En dat wordt dan aan ons overhandigd. Van, goh, we hebben dit voor u gemaakt. En dan blijkt toch in de praktijk dat datgene wat je krijgt niet altijd is datgene wat je hebt gevraagd. Wat we dus daarna hebben gedaan, is het project WISE, waarin we veel meer als UWV gezamenlijk met onze partijen hebben gewerkt om samen te werken aan ontwikkeling, zodat je niet op het moment dat iets opgeleverd wordt tot de conclusie komt, ja, maar dit was het net niet, maar dat je eigenlijk veel meer erbij betrokken bent en als team, als partners opereert. Dat was het project WISE. Dat heeft ons toch ook wel, de nodige vooruitgang geboden. Wat ik volgens mij ook in de stukken hebben gegeven is het opwaarderen van het platform
van Oracle 10G naar 11G. Dus eigenlijk een, het opwaarderen van het software, maar ook van de infrastructuur waarop het is gebouwd. Dat was het voornemen om dit te doen op een platform AEX. Het heet het project Schip. Ik denk dat u dat bekend in de oren klinkt. En dat bleek minder, nou ja, dat bleek gewoon niet goed te gaan. He, we hadden daar... Dat bleek al tijdens uw periode, zeg maar. De beslissing is genomen voor mijn periode om dit te doen. Dat was eind 2011. Dus in mijn periode zat eigenlijk de ontwikkeling van dat project. En dit bleek toch dat het veel, nou ja, dat het niet liep zoals de verwachting was. En dat merkten wij dus ook in die maandelijkse rapportages die wij sowieso kregen. En toen hebben we gezegd van ja, dit klinkt wel aardig, maar zo blijven we dus niet aan de gang. Wij vragen samen met de CIO om aan een partij te vragen van goh, in plaats van dit ontwikkelen op het AEX-platform, zou het Linux-platform niet beter zijn? Ook omdat werk.nl op dit moment ook op een Linux-platform draait. Dus technisch, maar ik kan het niet anders uitdrukken. Nee, dat gaat u nog heel even doen. Overigens, de eerste keuze voor AEX is niet zeg maar zomaar een keuze geweest van de Raad van Bestuur. Die is ook voorgelegd aan externe deskundigen. He, zeker bij cruciale beslissingen is dat iets wat we steeds proberen te doen. Ook niet alleen op onze eigen deskundigheid vertrouwen, maar juist ook aan de markt dat vragen. Gartner heeft daarover een rapport uitgebracht en gezegd van nou, AEX in combinatie met 11G, dat is op zich een goede oplossing. Toch bleek ja. In 2012... dat dus niet werkte. Hebben we gezegd, oké, dan gaan we toch kijken, gaat het wel met Linux werken? Een bedrijf, Schuberg Philis, heeft dit voor ons gedaan. Prototype gemaakt. POC heet het dan, maar dat is natuurlijk nogal een technische term. Om te kijken of dat wel zou werken. Ook dat bleek erg goed te gaan. Maar ook daar zijn we niet over één nacht ijs gegaan. Maar hebben we opnieuw aan Gartner gevraagd van goh, u heeft eerder dit geadviseerd. Nu komt er dit uit. Wat vindt u daar eigenlijk van? Inmiddels bleek dat meer gangbaar te zijn. En heeft ook Gartner gezegd, AEX zou moeten kunnen werken, maar Linux gaat veel gemakkelijker. Op dat moment zijn we dus met Linux in de combinatie met 11G aan de slag gegaan. En hebben er ook voor gekozen, een beetje lerende van Wise, om samen met IBM als system integrator te gaan werken. Samen met Oracle en CDI en UWV. Vier partijen om dit voor elkaar te krijgen. Mooi. Ik heb u in dat verhaal, dat is onder uw regime, zal ik maar zeggen, gebeurd. Eigenlijk niet IBM en Logica horen noemen. Mijn vraag, ik heb ze niet gehoord. Ik heb ze wel genoemd. U heeft ze wel genoemd. Misschien helemaal aan het begin. Misschien nee, toen aan nog. Het eind. Aan het eind? Ja. Oké, nou toen. Excuus. Mijn vraag is, in hoeverre dat nu, die dingen die nu gebeuren, lessen zijn die geleerd zijn uit het verleden. Kijk, ik ben zelf ook bestuurder geweest en u bent dat ook. Als je ergens begint, dan wil je toch weten waar je aan begint en wat er mis is gegaan. Hè? Want een aantal van de dingen die u noemt, die zijn in het verleden denk ik niet goed gegaan. Mm-hmm. Deelt u die opvatting? Dat, ja? Wat ik vooral meeneem vanuit het verleden, is om projecten kleinschalig aan te pakken. Ga niet hele grote projecten aanpakken, maar knip ze in kleine stukjes. Zodat ze veel meer mogelijkheden zijn om bij te sturen. Vandaar ook die maandelijkse rapportages die we voor elkaar krijgen. Wat we ook hebben geleerd, denk als UWV nou niet meteen dat je dingen zelf moet bouwen. Maar ga eerst kijken of je sowieso iets in huis hebt wat herbruikbaar is. Als dat niet het geval is, of eigenlijk gewoon iets standaard in de markt te kopen is. En pas als laatste oplossing, als er dit allemaal niet is, dan ga je dingen zelf bouwen. Maar wel gecontroleerd. Dat zijn denk ik hele belangrijke lessen die we uit het verleden hebben getrokken. Dus dat doet u nu allemaal?
neem ik aan. Mm-hmm. Een van de dingen die wij ook geconstateerd hebben is dat er eigenlijk nauwelijks sprake was van contractvorming. Er was een groot mantelcontract, maar we hebben nog vanmorgen meneer Klaus horen zeggen dat als hij een vraag had aan, IBM of Logica was, dat weet ik niet meer. Maar dan bedacht hij zich wel 3 keer, want zodra hij een vraag stelde, dan begon er weer een rekening te lopen. Hoe is uw... Dat is 1. En 2 is, we hebben eigenlijk heel weinig opdrachten op schrift kunnen vinden in het verleden. Hoe is dat nu? Heeft u daarvan geleerd? Is nu op dit moment alles wat u doet schriftelijk onderbouwd? Dat is nogal een uitspraak. Nou, niet alles wat u doet, maar in de sfeer van alle opdrachten die u bijvoorbeeld zojuist gegeven hebt. Nee, beschreven hebt. Misschien toch even om dan pak ik even de rol van system integrator. Daarvoor is echt een service level operation agreement afgesproken. Samen met Logica, die u zojuist, of tenminste CGI, Oracle, IBM en UWV. Te kijken van goh, hoe gaan we zeg maar die migratie van het platform van en ook van 10G naar 11G de komende periode doen. Ja. Niet te technisch alsjeblieft nu. Even terug naar de vraag. Ja. Hoe is het met de contractvorming? De contractvorming... Als wij nu dezelfde vraag zouden stellen over de afgelopen jaren die wij ook gesteld hebben over de jaren voor uw komst, wat krijgen we dan te zien? Op dit moment nog niet heel veel anders, want hetzelfde contract loopt op dit moment nog door. Met IBM hebben we een langdurig contract dat in 2005 gesloten is en uit eind 2017 afloopt. Ja, maar blijkbaar zitten daar allerlei mogelijkheden voor tussentijdse opdrachten waar dan weer opnieuw voor betaald moet worden. We hebben kennis genomen van een situatie waarin er... Maar voor mij is het glas, ik bedoel, dit kan je ook omgekeerd uitleggen. We hebben langdurige contracten. Omdat je langdurige contracten sluit, kun je niet alles van tevoren precies dichtregelen, want je weet niet helemaal wat de toekomst biedt. Het voordeel van langdurige contracten is juist dat je kunt werken aan een partnership-relatie. Gewoon om met partners en met dezelfde doelen, dat je trekt aan dezelfde kant van het touw, probeert met elkaar te werken. Op het moment dat je korte contracten sluit, dan is het veel meer, dan kan je dus gedetailleerder zijn. Tegelijkertijd zal het voor een bedrijf veel interessanter zijn om uit die periode alles eruit te halen wat erin zit, want men weet niet of men daarna nog bij jou werkzaam is. Het voordeel van wat globalere contracten en later zeg maar afrekenen is aan de, of het nadeel als ik het zo wil zeggen, is aan de ene kant dat je niet helemaal weet wat je betaalt. Het voordeel is ook dat je het niet betaalt voor datgene wat je niet krijgt. Dus als je het van tevoren dichtregelt, zit daar ook een prijskaartje aan. Dus er zijn steeds 2 kanten in zo'n verhaal. Ja, maar u zegt aan de ene kant, we doen het in kleine stapjes. En aan de andere kant zegt u, we hebben eigenlijk 1 groot contract waarbinnen we allerlei ruimte hebben. En dan weet je niet precies hoeveel je betaalt. Dus wat is het nu? Welke van de 2? Het zijn volgens mij 2 verschillende dingen. Aan de ene kant kun je langjarige contracten sluiten met partijen, zeker de grote partijen die ontzettend belangrijk zijn voor je stabiliteit en je continuïteit, denk ik dat het logisch is om daar langjarige contracten mee aan te gaan. Maar dat is iets anders dan hoe je de projecten inregelt. Dat zijn echt 2 verschillende werelden. Het is misschien goed inderdaad om nog even in te gaan over het inregelen van die projecten. Mm-hmm. In 2012 is er ook een gateway review uitgekomen over het redesign programma. En dat signaleerde een aantal kritieke punten. Ik citeer nu gewoon. Kritieke punten die gesignaleerd worden door de eigen organisatie komen niet zomaar op de agenda of de juiste tafel. Wat op zichzelf een risico is. Er zou een voorzichtige cultuur zijn. En zou ook staan dat men toch wel rekening houdt met een soort stilzwijgende acceptatie van falen. Wat bent u met dat rapport in de hand gaan doen? Ja. En herkende u het beeld in het rapport? Sorry. Laten we dat eerst zeggen. Herkende u het beeld in het rapport? Het is misschien, volgens mij is van de week ook de heer Vrijns hier aanwezig geweest van de Gateway Review methode. Het is denk ik goed om aan te geven, ook als ik zelf een Gateway aanvraag, dat ik steeds aan de
reviewers vraag om mij zo kritisch mogelijk te bejegenen. Dus ik heb bij wijze van spreken liever een rood bord dan een oranje bord. Gewoon om precies te weten van waar ben ik aan toe, welke risico's zijn er en waar moet ik mee omgaan. He, dus dat is volgens mij het hele mooie van de Gateway-methode, om dat op die manier te doen. Is vaak niet gebruikelijk, want... Dus u herkende het beeld? Nee, ik zeg dat ik wil dat het zo kritisch mogelijk is. Dat het zeker niet, dingen bedekt. Wat ik zelf als het meest kritische ervaren heb en ook zeer herkende in het rapport, dat is eigenlijk een ander deel van het Gateway-rapport. En dat is dat wij nog wel eens de neiging te hebben om de functionele doorontwikkeling te prevaleren boven stabiliteit en continuïteit. Dat vond ik eerlijk gezegd zelf de belangrijkste les. Oké, maar hoe kan het dat dus de mensen die u beoordelen zeggen van ja, er zijn risico's, de problemen komen niet op de juiste tafel. Dat is onder andere dan uw tafel, de bestuurderstafel. En er is een risico van een stilzwijgend accepteren van falen. Maar eigenlijk heeft u met betrekking tot die twee punten gezegd, dat herken ik niet, dus daar heb ik ook niks mee gedaan. Nee, daarvoor is vooral de aansturing van de CIO, de directeur werkbedrijf en de projectdirecteur van het project Redesign, die is veel hechter geworden. Er is een periode geweest dat zij elkaar echt dagelijks spraken van wat vindt er plaats, wat gebeurt er. Dus ik zou bijna zeggen, het was ongeveer een dagelijkse monitoring. Dus daar is veel meer, heeft er sturingen al plaatsgevonden. Dus daar is wel degelijk ook op ingegrepen. Dus uiteindelijk heeft u wel iets mee gedaan, ondanks dat u het beeld niet herkende? Nee, ik zeg niet dat ik het beeld niet herkende. Ik gaf aan wat ik het belangrijkste vond uit het rapport. Maar u herkende het beeld dus wel? Ja. Oké. En het tweede punt uit het rapport is dat de governance structuur van het redesignprogramma complex en ondoorzichtig was. Door de vele stuurgroepen die niet sturen maar klankborden, veel verbindingen met andere afdelingen, dubbele sturing vanuit het programma en de lijn. En eigenlijk is ondoorzichtig wie waar nou eigenlijk over gaat. Hoe bent u daarmee aan de slag gegaan? Wat we daar inmiddels hebben gedaan, wat je... En dat is misschien ook wel, dat is in ieder geval een les die ik belangrijk vind dat we getrokken hebben. Is dat als je een project hebt wat vrij groot is en er treden steeds nieuwe issues op, dan heb je nog wel eens de neiging om bij wijze van spreken voor elk issue weer een apart clubje te benoemen. En wat denk ik steeds belangrijk is, ga terug naar het oorspronkelijke governance-model. En zorg dat het niet een hele kerstboom wordt met allerlei ondoorzichtige werkgroepen. Wat we nu doen ook met het project Redesign, is eigenlijk alle onderwerpen die op dit moment van het project goed lopen, op dit moment al zorgen voor een landingsbaan richting de reguliere organisatie. Dus we wachten niet tot 2015, maar als het gaat over huisvesting en andere aspecten die gewoon helemaal goed lopen, proberen we die al eerder af te ronden, terug in de reguliere organisatie, zodat het project zich kan concentreren op die dingen die op dit moment het meeste aandacht vragen. Kan ik dat simpel vertalen dat u in 2012 heeft u ervoor gezorgd dat er nu eenhoofdig leiderschap is? Ik heb steeds drie mensen genoemd, die overigens opereren als één. Drie mensen die opereren als één? Ja. Interessant. Voorzitter. Nou, op het moment dat ze niet samen uitkomen, dan wordt er dus naar ons als raad van bestuur geëscaleerd. Het is getrapt leiderschap. Dus op het moment dat zij er niet uitkomen, dan gaan ze naar u toe of naar de heer Bruins toe. En dan gaat er iemand aan het roer staan. Er staat altijd iemand aan het roer. De dagelijkse leiding die behoort bij dat driemanschap. Daar is waar de echte sturing plaatsvindt. Op het moment dat het niet goed gaat, men komt er niet uit, dan gaat het naar de Raad van Bestuur. En overigens wordt er gewoon elke maand gerapporteerd over de voortgang. Ja, ik had nog één vraagje over dat zogeheten Gateway Review rapport van 2012. U zei, ik wil dat ze ons graag zo kritisch mogelijk bejegenen. Ja. Dan zult u wel heel blij met dat rapport zijn geweest. Dat is namelijk tamelijk kritisch. Dat ben ik ook. Je hebt het meest aan kritische rapporten, daar kan je het meest van leren. Zeker, nee, maar ik bleef even hangen bij dat u in eerste instantie leek te zeggen, maar als het een misverstand is, dan moeten we het ophelderen. Van ja, er waren twee punten die ik niet zozeer herkende en één punt heb ik wel opgepikt. Nee, voor mij was het belangrijkste punt
bedoel, daarmee zeg ik niet dat ik andere punten dus niet herken. Maar voor mij was het belangrijkste punt in de organisatie er een neiging bestaat om steeds de functionele doorontwikkeling de boventoon te laten voeren, boven stabiliteit en continuïteit. Om dat steeds, zeg maar, in de prioritering naar achteren te schuiven. Nou, in de Gateway Review blijkt duidelijk van, goh, zet dat nou eens voorop. En dat is ook wat we inmiddels doen. Mm-hmm. Als we Blijf nog wel staan dat er in dat rapport gewoon stond, het is complex, er wordt veel geklankbord en weinig gestuurd. Er zijn veel verbindingen met andere afdelingen, dubbele sturing. Dat is toch niet niks als je dat op je bord krijgt, als je dat leest? Dat is ook de reden waarom ik aangeef dat dat leiderschap zowel vanuit de CIO als vanuit het werkbedrijf zo belangrijk is. En dat zijn opereren als één. Van, het is niet van het ICT-bedrijf of van werkbedrijf. Nee, we gaan hier voor UBV en we gaan voor de dienstverlening aan de burger. Dat is de invalshoek waar we voor gaan. Ik kijk even naar de collega. Ja. Ja, ik zou graag nog even met u over het contractmanagement willen hebben. U bent er zo net al even op ingegaan. Maar een vraag die bij mij bleef hangen, over welke middelen beschikt u om de ICT-leveranciers aan hun afspraken te houden? Wat zijn uw formele middelen? Formele middelen zijn uitnutting van het contract. En tegelijkertijd zult u aangeven, die zijn redelijk globaal. Misschien is het goed. Waarom vindt u ze globaal? Omdat als het gaat over prestaties leveren en er is een verstoring of het werkt niet, dan is het heel moeilijk in een keten om aan te wijzen wie precies verantwoordelijk is. Dat is ook de reden waarom we nu juist met IBM en met Logic, met CDI en met Oracle en UWV dus met deze nieuwe system integration aanpak aan de gang zijn om daarmee mee te leren. Waar we ook mee bezig zijn, maar dat zit echt nog in de kinderschoenen, is om te kijken naar functiepunten voor software die ontwikkeld wordt. Van, goh, het is nu vaak uurtje factuurtje en daar wil je eigenlijk wat meer grip op krijgen. Dus is er een objectiveerbare methode om dit boven tafel te kunnen krijgen? Welke juridische instrumenten zitten erin waarmee u kan sturen? De juridische instrumenten, dat is precies van in hoeverre, wat zijn de ruimte van het contract? In hoeverre is het contract dicht geregeld? En ik probeerde net aan te geven, als je een contract helemaal dicht regelt, waar dus in het verleden niet voor is gekozen, dan hadden we ook een veel duurder contract gehad. Dus het is ook een afweging op dat moment wat het belangrijkst is. Ja, want daarin geeft u ook aan van, ja, het is een keten, het is moeilijk om iemand aanspreekbaar of in ieder geval verantwoordelijk te stellen. We hebben het wel eens geprobeerd, maar dat bleek heel lastig. Ja, kunt u uitleggen wanneer u dat geprobeerd heeft en hoe dat dan... Was eerlijk gezegd voor mijn tijd. Maar u weet het wel, want anders zegt u het niet. Ja, ik heb het gelezen in de stukken. Maar om nou in detail daarop in te gaan, dat gaat mij niet lukken. Zou u het dan willen duiden, alstublieft? Het was... Ik heb het gezien dat het is gebeurd. We hebben nu verstoringen gehad. En heb ik ook wel eens gevraagd van, goh, wat kunnen we daarin doen? En dat blijkt op dit moment moeilijk te realiseren als het gaat over echt aansprakelijk stellen. Het is moeilijk om te realiseren om het echt aansprakelijk te stellen. Is het moeilijk of onmogelijk om de leveranciers aansprakelijk te stellen? Op dit moment, omdat het echt een keten is, is het heel moeilijk om vast te stellen, of onmogelijk om vast te stellen, zo u wilt, waar precies, voor welke verstoring wie precies verantwoordelijk is in die keten. En daarmee blijkt het juridisch, is mij door zowel onze eigen huisjuristen als ook wel door externen verteld, blijkt het niet te kunnen. Dus als ik dat ook als jurist, ik ben zelf ook jurist vertaal, wil eigenlijk zeggen, u zou ze misschien wel aansprakelijk kunnen willen stellen, maar het kan niet, omdat niet valt vast te stellen wie wat doet in het traject. Ja, waarbij ik dan wel wil aantekenen dat uitmaakt welk contract je aan de voorkant hebt gesloten. Want je kunt natuurlijk alles dichtregelen, zodat het wel kan, maar dan sluit je wel een stuk duurder contract. Daar zegt u inderdaad iets interessants, want van hoe het gesloten is. Want we hadden hier vanochtend de heer Klaus. Hij zei ook dat het lastig was om
de leveranciers ergens op aan te spreken, omdat er geen resultaatverplichting in het contract was opgenomen, maar alleen maar een inspanningsverplichting. Is dat nog steeds zo? Kom ik toch terug op het, zeg maar, waar we nu mee bezig zijn, samen met de IBM. Maar is het een resultaatsverplichting of een inspanningsverplichting? Nee, ik kom toch even terug op ik maak er even een voorbeeld bij. Okay. Dat is volgens mij toch de beste manier om het te illustreren. Als ik kijk naar wat we nu hebben afgesproken met IBM, met CGI, met Oracle en UWV, en het opwaarderen van het platform ook naar een andere software-stack, dan is ook de afspraak dat vanaf augustus, wanneer dat gereed zou moeten zijn, IBM, inclusief de partners, verantwoordelijk is voor een performance van de website van 99,8% binnen het afgesproken window. Maar dat het probleem daarbij was voor de heer Klaus, is dat de performance, maar de vraag is hoe de performance omschreven is. Gaat het om bereikbaarheid of gaat het om het technische gedeelte wat eronder functioneert? En op het moment dat, dus in zijn situatie, vroeger kon het zijn, nog steeds zo, is dat de site eruit ligt, maar dat eigenlijk niet de leverancier kan worden aangerekend, omdat dat niet onder de performance valt. Maar dat is nu precies omgedraaid. In het verleden was het inderdaad, als we met IBM een contract hadden van, u moet ervoor zorgen dat de machines draaien en de machines draaien, maar de website ligt eruit, dan kunnen wij dus met IBM op dat moment niks doen, want het zit niet in het contract. Als we nu kijken na augustus, dan kunnen we daar IBM en de anderen wel op aanspreken. Dat heet een resultaatsverplichting. Ja, dus daar zijn we naar aan het toewerken. Dan heb ik daar nog wel een vraag over. Want als we kijken naar de klantoordelen van het UWV, in 2012 en 2013 scoort IBM respectievelijk in 2012 een 4. Dat is onvoldoende. En een 5,8 in 2013. Maar u heeft wel, en dat vertelt u ook net, in 2013 weer stappen ondernomen om nauwer met IBM samen te gaan werken. Ja. Hoe kan het dat als een bedrijf een 4 als klantoordeel van u krijgt, dat u toch ervoor kiest om weer nauwer te gaan samenwerken en meer opdrachten te verstrekken? Hoe kan dat? Precies eigenlijk om de reden die we eerder in dit gesprek aan de orde hadden. IBM had de verantwoordelijkheid om de machines in Brussel te laten draaien. En die draaide dus ook. Maar dat betekent niet dat de service en de dienstverlening, zoals zeg maar medewerkers die vaak niet bij de contracten zijn betrokken, dat ervaren. Want die wilden natuurlijk meer. Alleen dat zat niet in het contract van IBM. Dus dat kan ik dus IBM op zichzelf niet kwalijk nemen. Wel wil je tot een andere. Wat wilden ze dan meer dan dat de machines draaiden? Wat is dat meer? Je wilt gewoon geen verstoring. Ik bedoel, je wilt eigenlijk zeggen van nou, het maakt mij niet uit waar het foutje zit in de keten. Het moet gewoon draaien. En dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Want we willen die dienstverlening aan die burger. Die is zo uitermate belangrijk. Alleen je kunt van een contractpartij, wat toch ook een commerciële organisatie is, en er is op zich niks mis mee, niet vragen van goh, dat zit niet in je contract, maar je moet het wel leveren. En dat werd in de verwachtingen toch wel door medewerkers verwacht. Dus ik denk dat het wel heel goed is. Wat staat er in het contract en wat levert de partij? Wat overigens ons, wat misschien ook goed is om te zeggen, toen het lange contract met IBM gesloten werd, toen was UWV natuurlijk nog vooral een bedrijf met loketdienstverlening. Maar u heeft het is verlengd in 2011. En toen was het UWV al lang niet meer een loketbedrijf. Nee, dus nu, en vandaar ook dat we het nu weer hebben aangepast om juist te kijken hoe kunnen we ook in die ontwikkeling veel meer tegemoetkomen aan de dienstverlening die de burgers van ons mogen verwachten en waar wij voor moeten staan. Maar omdat het niet in het oorspronkelijke contract staat, bent u nog steeds niet in staat, als ik u zo net hoor, om IBM in ieder geval aan te spreken op het moment dat het niet goed is. Want in de keten kan het werk van IBM niet eenduidig worden aangewezen. Wat we nu hebben afgesproken is dat om juist wel te doen. De resultaatverplichting ligt zeg maar in augustus, de komende periode. Dus alle partijen zijn er ook bij gebaat om dat voor elkaar te krijgen. Want daarna hebben we wel een resultaatverplichting, namelijk de beschikbaarheid binnen de window van 99,8%. Dus er ligt wel duidelijk een afspraak naar de toekomst toe.
En iedereen is er dus bij gebaat dat het werkt. Niet alleen UWV, maar ook de bedrijven die ons daarbij ondersteunen. Mevrouw Fokke. Ja, dank u wel. Wat ik dan toch wel interessant vind, want u had het net over het langdurige contract met IBM tot 2017. Ja. Maar kennelijk wordt dan dat langdurige contract gaandeweg wel aangepast. Want dat moet wel op basis van wat u concludeert. Mm-hmm. Maar waarom kun je dan niet beter wat kortlopende contracten met elkaar afsluiten? Want ik vind het persoonlijk heel vreemd dat je een langdurig contract afsluit, maar gaandeweg dit daar wel veranderingen in aanbrengt. Dan kom ik toch een beetje tot een herhaling van mijn verhaal. Een langdurig contract heeft als voordeel partnerschap. Dat je met elkaar voor dezelfde zaken gaat. Het zijn echt bedrijven die zitten echt op je infrastructuur. Dus het kan je niet van vandaag of morgen veranderen. Als je echt overstapt naar een ander bedrijf, dan heeft dat echt ook continuïteitsproblemen voor je bedrijfsvoering. Dus je wilt daar langdurige afspraken mee maken. Het nadeel van langdurige afspraken is dat je niet heel ver in de toekomst kunt kijken. Dus dat het soms de noodzaak met zich meebrengt om toch nog eens te kijken van hoe ziet er dat er dan uit? En hoe zorgen we dat we binnen die langdurige contracten toch komen tot een goede dienstverlening voor die burgers? Bent u daarbij ook bezig om de afhankelijkheid van grote bedrijven af te bouwen? Met andere woorden, bent u zelf uw kennis aan het versterken, uw eigen ICT-afdeling weer aan het opzetten? Wat ik eerder aangaf is dat wij echt beleid hebben op het werken met externen als het gaat om binnen het ICT-bedrijf. Het is ook zo. Ja? Ja, dat zei u inderdaad eerder al. Toen had ik ook al willen vragen, wat is dat beleid dan? Moet het meer, minder, beter? Aan de ene kant zorgen we dat de mensen goede opleidingen hebben en alleen mensen met ICT-papieren worden aangenomen. In het verleden waren het ook nog wel eens mensen die in de uitvoering werkten met gevoel voor ICT, die daarop ingezet werden. Nu is het veel meer echt mensen moeten de papieren erbij hebben. We kijken ook bij de externen die we in dienst hebben van wat kunnen we daar, kunnen we dat zelf die kennis overnemen door mensen opleidingen te geven om dat te doen. Op dit moment is het zo dat wij als beleid hebben dat externen maximaal 4 jaar bij ons in dienst kunnen zijn. Als dat langer is, dan is er ontheffing van de Raad van Bestuur nodig. Er kunnen overigens, en wat dan daarbij een rol speelt, of die ontheffing wel of niet wordt verleend, is stel iemand die heeft specifieke kennis van een systeem wat we nog 1 jaar gebruiken. Ja, dan heeft het geen zin om daarvoor iemand intern op te gaan leiden. Dat zou echt onzin zijn. Als het echt wel specifieke kennis is, dan zeggen we nou, en er is niemand in huis die dat heeft, dan vragen we aan de desbetreffende directeur, hoe gaat u ervoor zorgen om zo snel mogelijk dat wel voor elkaar te krijgen? En dan krijgt hij de desbetreffende directeur een bepaalde periode om die kennis alsnog in huis te nemen. Dan wel, we vragen aan de desbetreffende persoon, u kunt ook in dienst komen van UWV, maar dan wel tegen een UWV-salaris. Ja. Okay, nog een vraagje stellen over wat u net zei. Wij zijn tegengekomen in een aantal onderzoeken die we hebben gedaan, het begrip dat wel wordt omschreven met vendor lock-in. En wat onze taalkundige adviseur heeft gezegd, nou, noem dat nou leveranciersafhankelijkheid. Wat u net beschreef, die volstrekte afhankelijkheid van IBM door die langjarige contracten, waar u zo goed mogelijk mee probeert om te gaan, dat heb ik u horen uitleggen. Is dat zo'n typisch voorbeeld van die leveranciersafhankelijkheid? Zoals u het omschreef, leek het daar zeer op. U zei, we konden nergens anders heen. Ze zitten op je eigen systemen. Je kunt geen kant op eigenlijk. En ik ben blij dat we er met IBM redelijk uitgekomen zijn en dat we nu vanaf augustus 2014 wat betere afspraken hebben gemaakt. Tenminste, zo hoorde ik het. Hoor ik het dan goed? Ik zou het anders verwoorden. Dat had ik al gehoord. Vandaar dat ik het zo herformuleerde. Nee, maar ik zou het echt anders verwoorden. Ook als het contract met IBM afloopt, eind 2017, gaan we over tot nieuwe Europese aanbesteding. Ook dan is de kans erg groot dat we toch weer kiezen voor een langjarig contract met een leverancier.
Of dat IBM is of een ander, dat weet ik niet. Het staat niet van tevoren vast. Maar infrastructuur is zo belangrijk voor je organisatie dat je dat echt niet keer op keer wilt wijzigen. Want dat kost de belastingbetaler ook een hele hoop geld. Maar dan neemt u dus voor lief dat het verschijnsel optreedt, dat wij in ieder geval vertaald hebben met leveranciersafhankelijkheid. Want u kon vorig jaar of 2 jaar geleden, als u had gewild, u wilde het niet, maar geen kant op. Je kunt niet tussentijds zomaar van leverancier veranderen, dan wel je betaalt daar een flinke rekening voor. Als dat is wat u wilt zeggen, dan klopt dat. Dus je investeert in partnerschap. Maar klopt het dat het u wel geadviseerd is in juli 2013? Wat is mij geadviseerd? Om een ander bedrijf dan IBM toch in te gaan schakelen, omdat de stabiliteit van het beheer van het platform geen toekomstvaste perspectief bood. We hebben informatie dat er op 17 juli, ik zal u een beetje helpen, 17 juli 2013 een presentatie is gehouden waarin dat gesteld is. En door wie is die presentatie gehouden? Kunt u me daar ook nog bij helpen? Nou, dat kan ik er even bij pakken als u het wil. Maar u was er niet bij in ieder geval. In 2013 moet ik erbij geweest zijn. Nou, dat dacht ik wel. 17 juli. Nou, even zoeken. Nee, zoek je even naar mee. Wie heeft die presentatie gehouden? Dit is de presentatie. Wie heeft hem gehouden? Interne medewerker. Een interne medewerker. Maar even de datum. Ja, 17 juli 2013. Sorry, interne medewerker. Ja, dat. Ja. Ik bedoel, wij krijgen heel veel adviezen. Ja. Als raad van bestuur krijg je ook veel tegenstrijdige adviezen. Ja. Dus ook omdat heel veel mensen zeer deskundig zijn, maar vaak op een deelaspect. Waar het om gaat, hoe ga je binnen die adviezen, die allemaal vanuit een bepaald aspect heel logisch zijn, hoe kom je tot de juiste besluitvorming? En wij hebben ervoor gekozen om uiteindelijk met IBM door te gaan. Als ik die twee dingen tegenover elkaar zet, want bij de ene, dit blijkt uit de presentatie, die u klaarblijkelijk dus wel heeft gezien, dat de ene aanbieder, ik zal hem niet noemen, wordt gezegd, is een keuze voor kwaliteit en stabiliteit en toekomst. En voor IBM wordt gezegd. Ik weet eerlijk, ik bedoel, ik weet dat ik die presentatie heb gehad. Dit is een keuze voor voortzetting van de huidige dienstverlening in een niet toekomstvaste oplossing in relatie tot beheer. Dat wordt er over IBM gezegd. Welke extra afweging heeft u dan als bestuur van het UWV gemaakt om dan toch voor IBM te kiezen? Welk extra aspect speelt dan mee? Als het ene gaat over kwaliteit en stabiliteit voor de toekomst, dat is de nieuwe aanbieder. En over IBM wordt gezegd, niet toekomstvaste oplossing in relatie tot beheer. Wat speelde dan bij u mee om af te wijken van dit advies? Ik heb niet de presentatie paraat die u daar heeft. Ik bedoel, hij is ongetwijfeld in 2013 mij een keer gepresenteerd. Maar het is voor mij moeilijk om daar nu zo op te reageren. Wat ik wel weet, is dat wij verschillende scenario's aan bod hebben gehad. Een scenario nieuwe partij, een scenario doorgaan met IBM, een scenario het onderbrengen van die nieuwe partij onder het contract van IBM. Aantal dingen bleek gewoon niet te gaan. En uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om wel dedicated te gaan samenwerken, wat in feite ook bij die andere partij zat. Hè. Dus dat is die oplossing van die vier partijen en IBM als system integrator. En ik moet zeggen, als ik kijk op dit moment naar de voortgang, dan zou ik haast denken dat we augustus ook nog gaan halen. Dus ik vind dat toch wel heel mooi. Mij is onduidelijk waarom u niet kunt reageren op een citaat uit een interne presentatie, luidende, dit is een keuze voor voortzetting, zoals net voorgelezen door mijn collega Bruin Slot, van de huidige dienstverlening in een niet toekomstvaste oplossing in relatie tot beheer. Dat is een glasheldere quote waar u wel op kunt reageren. Misschien wilt u er niet op reageren, maar ik u kunt daar natuurlijk op willen wel reageren als ik de hele context had en die heb ik niet. Maar er is een presentatie van een paar velletjes. En daar wordt tegen u eigenlijk gezegd, als je hiermee doorgaat, dan maak je echt een fout voor de toekomst.
U kunt dat anders hebben gewogen, prima. Maar u kunt er toch op reageren? Ik zou erop willen reageren als ik voor mezelf die hele presentatie paraat had. En dat heb ik op dit moment niet. Dus dan ga ik echt reageren op deelinformatie. De rest zit gewoon niet meer in mijn hoofd. Ik bedoel, de afgelopen aantal jaren, er is behoorlijk wat gepasseerd. Wat ik wel weet, is dat de oplossing waar we voor gekozen hebben, dat die op dit moment op schema loopt. Dat vind ik een hele mooie zaak. De oplossing loopt op schema, maar u heeft toen wel een bestuurlijke afweging gemaakt. Ongetwijfeld, ja. En bestuurlijke afwegingen, daar denkt u goed over na, want dit gaat over miljoenen en miljoenen. Ja. Wat was de bestuurlijke afweging om toch met IBM door te gaan? Wat was leidend criterium? Het leidend criterium is dat sowieso het contract van IBM loopt tot eind 2017. Dus als je zou komen tot een andere leverancier, dan had dat heel veel geld gekost. Een afweging was ook datgene wat IBM tot dan toe had laten zien binnen het contract, paste dat. Alleen, wij hadden inmiddels behoefte aan andere contractafspraken. Met IBM had een klantoordeel van u gekregen van een 4. Kwalitatief is dat een onvoldoende. Ja, daar ben ik met u eens, dat dat onvoldoende is. Op basis daarvan is IBM ook met een plan van aanpak gekomen om dat te verbeteren. Heeft dus niet geleid tot, als gevolg daarvan tot aanpassing van het contract, maar wel tot een plan van aanpak hoe we in het vervolg met elkaar opgaan. Betekent dat IBM ook dingen in de organisatie heeft gedaan. Een veel intensievere samenwerking met UWV heeft plaatsgevonden. En ja, eerlijk gezegd, ik kijk van hoe het nu gaat en dan zie ik dat dat resultaat heeft gehad. En de bestuurlijke afweging dus om met IBM in zee te gaan was dat het contract, het afkopen van het contract, u waarschijnlijk heel veel geld ging kosten. In combinatie met dat het anders inrichten, hè, dus veel intensiever inrichten van de organisatie met IBM, IBM System Integrator te laten zijn. Veel intensievere samenwerking met CGI en Oracle. Die combinatie, dat is waar wij in geloven. Hoeveel kost het afkopen van zo'n contract ongeveer? Heel wat miljoenen. Heel wat miljoenen kan... Ik heb geen getal bij de hand. Is het 10 miljoen? Is het 15 miljoen? Is het 20 miljoen? U hoeft niet precies te zijn, maar welke orde grootte denken we hierover? We zijn die onderhandelingen uiteindelijk niet begonnen, maar de inschatting van de juristen was dat dat een behoorlijk bedrag zou zijn. En u zit aardig in de buurt. Met 20 miljoen dus? Met tussen de 10 en de 20 miljoen. Met de 10 en 20 miljoen, dank u. Maar even nog toch daarop terugkomend. Is het de gewoonte bij UWV dat mensen zomaar uit het niets presentaties gaan houden over fundamentele keuzes of gebeurt dat toch op aangeven van het bestuur, wat je zou verwachten? Wij krijgen regelmatig presentaties van zowel medewerkers, directeuren als externe partijen over, zeg maar, op basis dat er bepaalde beslissingen genomen worden, van wat de risico's daarvan zijn. Maar die komen dan gewoon binnen en zeggen, we hebben hier een presentatie voor u, of gebeurt dat ook op uw verzoek? Schubert Phyllis in dit geval was een bedrijf wat ook door ons samen met de CIO gevraagd is om te kijken naar een proof of concept. Ja, maar hier gaat het om nogal fundamentele keuzes. Ongetwijfeld op uw verzoek komt er dan een presentatie. En dan is er een situatie waarin heel duidelijk gesteld wordt dat, dat de stabiliteitsproblemen die er zijn, de beheersproblemen, dat die zullen voortduren als je blijft kiezen voor IBM. Dat medewerkers, zoals we vanochtend gehoord hebben, het heel moeilijk vinden om met IBM te communiceren. En dan zegt u toch van nou, het is ons niet waard om, laat ik het zeggen, het oplossen van die problemen is ons niet dat bedrag van 20 miljoen waard. Gezien ook alles wat er hiervoor al aan geld is uitgegeven aan dit project. Als ik nu kijk naar het project redesign, hè, dan was de business case dat ons dit 280 miljoen ging kosten. Dan zien we intussen dat de business case is dat we dat waarschijnlijk 270 miljoen gaat kosten. Dus 10 miljoen minder dan oorspronkelijk gedacht. Het is wel zo
dat de ICT-uitgaven daarbinnen zeg maar, zijn toegenomen. Die zouden, ik meen, iets van een kleine 70 miljoen zijn en zijn nu iets om nabij de 95 miljoen. Tegelijkertijd, en dat is denk ik wel heel goed om te realiseren, staat hier een structurele besparing tegenover die jaarlijks terugkomt van 155 miljoen. Dus ik vind dat nog steeds een zeer behoorlijk positieve business case. En ja, het gaat met problemen, maar wat ik denk ik het allerbelangrijkst vind, is dat als er verstoringen zijn, dat wij de dienstverlening voor de burgers overeind houden. Dat we een alternatief hebben. Dat is waar het mij om gaat. En waar komt die stijging van 70 naar 95 miljoen voor het ICT-deel vandaan? Dat heeft drie oorzaken. Eén, matching. Dat heeft meer problemen opgeleverd dan oorspronkelijk gedacht. Matching, dat is dat iemand een vacature krijgt voor bloembinder terwijl hij jurist is. Dat is dat de vacature matching niet heel goed vindt. Daar hebben we behoorlijk wat problemen. Volgens mij heeft het al uitgebreid in de krant gestaan. En daar zijn we mee aan de slag gegaan om dat goed te krijgen. Dat gaf ons extra problemen. Meer nog dan er al waren, bedoelt u dat? Want ik neem aan dat toen die... Nee, dit was een van die problemen. Ja? Als u gewoon naar de verstoringen van werk.nl... Maar het probleem bleek nog groter. Maar ik zit toch nog even te vragen waar het vandaan komt. Bleek het probleem nog groter te zijn dan u dacht? Of de oplossing nog ingewikkelder dan geoffreerd? Nee, misschien toch. Ik dacht dat ik dat al gezegd had, maar ik herhaal het toch nog. Op het moment dat wij begonnen met het project Redesign, begonnen we aan iets om de dienstverlening overeind te houden en goed te houden, terwijl het werkbedrijf werd gehalveerd. Dat was nog nergens, ook nergens in Europa, vertoond hoe we dat moesten gaan doen. Dus in die zin was werk.nl en waar we zouden eindigen. We hadden natuurlijk daar wel een beeld bij van online dienstverlening. En overigens ook juist om persoonlijke dienstverlening overeind te houden voor diegenen die het nodig hebben. Dat voor een belangrijk deel een oplossing zou kunnen zijn. Maar het was ook wel gaandeweg ontwikkelen. Dus binnen dat budget is gezegd van nou, dat is nodig voor huisvesting. Dat is nodig voor ondersteuning. Dat is nodig voor frictiekosten. En dat is nodig voor ICT. Echt een globale raming. Bij de uitvoering van dat project blijken we dat een aantal onderdelen, matching noemde ik al, een ander onderdeel is het goed inregelen van handhaving als sluitstuk van je beleid. Dat gaf ook meer problemen dan wij oorspronkelijk hadden gedacht. En deze dingen, die hebben ervoor gezorgd. U had nog een derde. En de derde, sorry, dat was de migratie waar ik het eerder over had van het platform van 10G naar 11G. Dat heeft ons echt een jaar vertraging gekost. Van 10G naar 11G? Dat is het softwareprogramma van Oracle. Dat had een 10G-versie. Om de dienstverlening te kunnen leveren die we willen, hebben we een 11G-versie nodig. Het is eigenlijk net zoiets als met Windows een nieuwe versie. Dus het aanvankelijke plan wat was gebouwd, dat was eigenlijk op het verkeerde platform gebouwd? Dus u had een plan gekregen wat niet op de huidige infrastructuur kon draaien? Wij waren begonnen met dit te doen op het platform AEX, wat ons ook was geadviseerd door Gartner. Daarna bleek dat niet te werken en zijn we toch overgestapt op Linux. Overigens in augustus, als alles goed gaat, dan draait het nieuwe platform met een nieuwe softwareprogramma, zeg maar. Maar ook over een aantal jaren, dan gaat ook dit softwareprogramma weer opgewaardeerd worden. Dus dit zijn ook wel dingen die steeds terugkomen. Dat is denk ik wel goed om te realiseren. Mag ik nog heel even terugkomen op die interne presentatie? Dat is namelijk erg interessant, want u noemt uit uzelf net Schuberg-Phillips. Mm-hmm. Dat hebben wij zorgvuldig vermeden te doen, omdat het vertrouwelijke informatie was. Dus ik kan er nu wel op doorgaan. In die presentatie worden de voor- en nadelen van Schuberg-Phillips als alternatief voor ABN met elkaar vergeleken. Mm-hmm. En daar komt dan Schuberg-Phillips, althans in die presentatie, als overduidelijke winnaar uit. Het wordt genoemd, dit is een keuze voor kwaliteit en stabiliteit en toekomst. Al een heleboel plusjes, een paar minnetjes. En bij IBM is dat veel negatiever. En dan zegt u dus, ondanks het feit dat wij voor 15 tot 20 miljoen hadden kunnen afkopen, hebben wij toch voor IBM gekozen? Ja. En waarom? Wat we in eerste instantie hebben geprobeerd, of is of Schuberg-Phillips
onder het contract van IBM dit zou kunnen doen. Beide partijen bleken daar niet gezamenlijk uit te kunnen komen. Nee, het zijn concurrenten. Nou goed, dat klopt ook. Maar dat lukte dus niet. En dan hebben we het contract met IBM. Wat we wel hebben geprobeerd, is waar Schubert Phyllis ontzettend goed in is, is dedicated dienstverlening voor cruciale webapplicaties. IBM is heel goed, maar meer zeg maar voor de massaproductie. We hebben gezegd van nou, wij willen nu met IBM een contract sluiten dat u veel meer op een dedicated manier met ons omgaat. En dat hebben we ook afgesproken. Deze presentatie nu herinneren of niet? Net had u niet zo'n herinnering aan, maar het is toch een fundamentele keuze of niet? Dit is een fundamentele keuze. Het is niet heel lang geleden, het is augustus 2013. Ja, maar ik kom veel fundamentele keuzes tegen. Dus, ja, dat geloof ik graag, ja. Vanochtend hebben we het ook even gehad over het werkbedrijf E-diensten of e-dienstenomgeving, WEDO. En het feit dat daar in 2011 een afrekening kwam van 2,2 miljoen euro, waar gewoon geen offerte onder lag en wat ook een verrassingsfactuur was. Uiteindelijk is dat voor die tijd is dat opgelost doordat het UWV aan Logica nog 1,6 miljoen heeft betaald. Ontvangt u nog wel eens verrassingsfacturen? Niet in die zin, maar we hebben natuurlijk soms met een leverancier wel een discussie over bepaalde dingen. In welke zin dan wel ontvangt u verrassingsfacturen? Nou, ik heb geen verrassingsfacturen ontvangen, voor zover ik nu zo snel kan nagaan. Maar wel verrassende facturen? Ik probeer even. Ik neem een voorbeeld. We hadden een contract met Xerox, echt voor printers. En dat was een contract dat wij kennelijk zeer lucratief hebben afgesloten. Heel veel. Dus die printers die stonden, die waren ook ingeregeld zeg maar, op UWV. En waar Xerox achterkwam, is dat zij heel veel onderhoud aan die machines moesten plegen. Veel meer dan van tevoren bedacht. Dus zij hadden echt een totaal negatieve business case. En dat werd veroorzaakt doordat de medewerkers van UWV geen kleurenprinter draaien. Gewoon uit het goed milieubeleid. Maar als er wel een kleurencartridge in zit, dan verdroogt die inkt en loopt die machine vast. Dus dan kan je er voor kiezen om te zeggen van ja, u heeft dit contract afgesloten en that's it. En jammer maar helaas. Nou, dan krijg je in ieder geval een leverancier die weinig nog doet aan beheer en onderhoud. Waardoor de processen intern compleet loslopen. Met uiteindelijk ook gevolgen voor de dienstverlening aan de burger. Zeg van oké. Okay. Dus het betekent echt dat wij zowel in dat wij kijken van hoe passen we die printers toe? Hoe kunnen we hier en daar toch kleurenprints draaien? Want milieu is heel mooi, maar als die machines permanent kapot zijn, dan heb je ook een probleem. En kun je tegelijkertijd ook kijken hoe in onderhoud met behulp van UWV-mensen daar ook een steentje aan bijgedragen kan worden. Dus op dat moment heb je een contract waarvan je zegt van nou, dan zit je eigenlijk echt voor een dubbeltje op de eerste rang, maar niet qua dienstverlening. En dan ga je met elkaar om de tafel zitten. En hoeveel heeft dat milieuvriendelijk drukken uiteindelijk gekost? Want dat moest natuurlijk worden gecompenseerd. Hoeveel ging dat kosten? Ik denk een paar ton. U bent zelf ook directeur financiële economische zaken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geweest. Wat vindt u ervan dat in het verleden dit soort verrassingsfacturen bij het UWV mogelijk waren? Wat goed is om, alles uit het verleden wat niet goed gaat, hè, dat moet je proberen beter in te regelen. We hebben nu ook zeer strenge mandaatregels die zeg maar allemaal met automatisering wordt ondersteund.
Garandeert dat er nooit iets meer fout gaat? Nee, je probeert dingen alleen goed beheerst in te regelen, zodat die kans daarop minimaliseert. En strenge mandaatregelingen die door automatisering worden ondersteund. Kunt u dat even praktisch toelichten wat u daarmee bedoelt? Dat betekent dat een opdracht dat zeg maar in het systeem zit van als een contract een bepaald bedrag aangaat, dan is dat de persoon die per se een handtekening moet zetten. Wordt het hoger? Dat betekent dus voor 10.000 euro kan u bij Pietje terecht, maar als het meer wordt moet u hoger in de lijn toestemming vragen. Bijvoorbeeld. En betekent dat ook dat er dus niet meer zonder contractuele basis wordt gewerkt? Ik vraag het expliciet omdat er ook uit ons onderzoek blijkt dat er gewerkt werd met pro forma offertes. En pro forma offertes, dat is dat, om het zo maar te zeggen, men al aan het werk ging zonder dat de offerte was goedgekeurd. Dat kan hier en daar nog steeds gebeuren. Als ik bijvoorbeeld naar datzelfde contract met IBM kijk, toen hadden we met elkaar afgesproken, dit gaan we zo doen. We gaan als vier partijen samenwerken en we vertrouwen er ook op dat we daar contractueel uitkomen. Dus dan gaat IBM al aan de slag zonder dat samen de juridische documentatie is natuurlijk de mantelovereenkomst. Maar er kan zijn dat je zegt van nou tot in details. Hè, dus in hoofdlijnen heb je met elkaar de onderdelen van het contract gedeeld. Het is niet zo zeg maar dat er een blanco check is. Van god, dat zijn de onderdelen. Maar als het gaat om het definitief afregelen. Is overigens een uitzondering, maar in dit geval heeft dat later plaatsgevonden. Dus de opdrachtovereenkomst ligt er dan nog niet? Er is alleen een mondelinge overeenkomst? Er is een mondelinge overeenkomst om dit te doen, waarbij op hoofdlijnen al wel de elementen van het contract bekend zijn. En hoe lang duurt het dan voordat dat contract officieel gesloten is? Nou, daar zit dan natuurlijk wel behoorlijk haast achter. He, dus we zijn in dit geval met IBM als system integrator samen met de andere partijen, ik denk 2 maanden of zo. Dus 2 maanden werkt dan IBM zonder dat er een officiële contractuele basis is? In dit geval. In dit geval. Dus het gebeurt nog wel steeds dat er zonder contractuele basis gewerkt wordt? Op hoofdlijnen zijn er afspraken. Alleen het echte ondertekening van het contract heeft in dit geval iets later plaatsgevonden. Er zijn mondelinge afspraken. Ja. Is er maakt u ook standaard verslagen van de bestuurlijke overleggen die u heeft met de leverancier? Dit heeft volgens mij gewoon plaatsgevonden in de Raad van Bestuur en daar zijn verslagen van. U zei eerder dat u in tegenstelling tot in het verleden nu greep houdt op de zaken door rapportages elke maand over de belangrijke dingen te hebben. Hoe stelt u eigenlijk vast of die rapportages kloppen en volledig zijn? Daar hebben we de portfoliobureau voor. Het portfoliobureau die kijkt echt op verschillende aspecten. Op de voortgang van het project, op geld, op organisatie, wat er is afgesproken. Hè. Er is oorspronkelijk zeg maar een projectinitiatiedocument. Waar het aan getoetst wordt. Een portfoliobureau kijkt van goh, in hoeverre vindt dat plaats. En daar worden wij op geattendeerd. En alles wat afwijkt, dat zien wij dus. Is dat een soort interne auditdienst, moet ik het zo zien? Of is het extern? Nee, het portfoliobureau bestaat uit mensen van financiën en van ICT. Dus ze kijken vooral ook naar de financiënkant en naar de ICT-kant. In hoeverre loopt dit project conform afspraken. En alles wat afwijkt, daarover vindt rapportage aan ons plaats. Oké. Okay. Ja. En moet u vaak ingrijpen? Als ik kijk, wij op jaarbasis hebben wij iets meer dan 100 projecten. En als ik gewoon kijk van wat er maandelijks zeg maar, op de agenda staat, dan staat er ongeveer een 10% van de projecten die niet helemaal volgens schema lopen. Goed, nou, dat kan ik niet controleren, dat geloof ik direct als u dat zegt. Ik wil nog één ander aspect belichten en dat is, dan gaan we ook langzaam maar zeker afronden. Inderdaad. Ja, voorzitter, ik voelde aan. Hoe kan het Rijk meer grip krijgen op organisaties als de uwe? En vindt u dat überhaupt wenselijk? Ik zeg het hierom, omdat wij bijvoorbeeld met het
de hoogste baas van de Rijksinkoop hebben gesproken. We spreken met de vorige en de huidige Rijks-CIO. En eigenlijk is die hele zelfstandige bestuursorganisatie, dat is een beetje, dat hangt daar helemaal buiten. En toch gaan daar met regelmaat, zeker in het verleden, allerlei dingen mis. Hoe kijkt u naar die relatie? Ik vind dat wij als ZBO een hele open relatie hebben met de Rijksoverheid. We zijn een ZBO, zoals u zelf aangeeft. Maar die Z is wat mij betreft niet ingekleed met principes. Ik ben onafhankelijk. Ik vind wel dat je als uitvoering de ruimte moet krijgen om veranderingen tot stand te brengen. Juist ook om die dienstverlening te kunnen continueren en stabiel te houden. Maar als het gaat over het samen optrekken met bijvoorbeeld DGOBR, bijvoorbeeld mijn CIO. Even die afkorting toelichten als u wilt. Sorry, deze meneer is vanochtend hier geweest, Dion Kotterman. Maar wij hebben de afkorting DGOBR, of wat het ook was, ernstig vermeden. Hartstikke goed. En waar staat hij ook weer voor? Directeur-generaal Rijksdienst. Ja, precies. Organisatie Rijksdienst, ja. Gaat u verder. Ja. We proberen gewoon afkortingen te vermijden voor die mensen die meekijken. Nee, u heeft gelijk. Gaat u verder. Wat wij proberen is ook als ZBO, want we hebben onze specifieke ervaringen, ook om die kennis en kunde bruikbaar te hebben voor de Rijksdienst. Zoals we ook zeg maar binnen de manifestgroep samenwerken om kennis en kunde te delen, kunnen we dat natuurlijk ook binnen de Rijksoverheid. Je kunt altijd van elkaar leren. Ja, dat is mooi. Fijn, een open relatie. Klinkt goed. Maar er zijn ook mensen die noemen dat een suikeroomconstructie. Die zeggen eigenlijk van, nou ja, ook kijkend naar het verleden. Alles kon, alles mocht, maakte niet zoveel uit. Wel of niet contractueel gedekt. Want er was toch wel dat ministerie dat uiteindelijk de rekening oppakte. Is die situatie nog steeds zo? Nou, dat dacht ik niet. Als ik nu kijk naar UWV, hè, de afgelopen 10 jaar, en ik kijk naar het uitvoeringsbudget wat we als UWV hadden toen UWV begon en wat het nu is. Inmiddels geven wij 1 miljard minder uit aan uitvoeringskosten. Die 1 miljard is ook voor een belangrijk deel gerealiseerd juist door ICT-uitgaven. Dus ik zou dat geen suikeroomconstructie noemen. Ik zou eerder zeggen dat wij als UWV een belangrijke bijdrage hebben geleverd om het op orde brengen van Rijksfinanciën. Maar u meldde net nog een project waarin het van 75 naar 95 miljoen was gelopen, de ICT-kosten. Zegt u nu dat binnen de totaal uitgaven van UWV de component ICT verminderd is, meer verminderd dan anderen? Bij anderen weet ik niet, maar ik weet maar zeker andere dat componenten. Ik weet zeker dat binnen UWV neemt de component ICT nog steeds af. De afgelopen periode is volgens mij al iets van 90 miljoen structureel gerealiseerd. En we zijn nog steeds bezig om de ICT-uitgaven omlaag te brengen. Ook als ik kijk naar de projecten. Dan, er zijn projecten die duurder zijn. Kijk ik per saldo naar het totaal van de projectenportefeuille, dan vindt er geen overschrijding plaats van het totaal van het ICT-budget. Maar dus, dat neemt niet weg op onderdelen. 90 miljoen wel. Minder op een totaal van 1 miljard minder. Als ik het praat over de 90 miljoen is de periode dat ik er zit. Dat de ICT-kosten zijn afgenomen. Kijk ik gewoon naar het totale uitvoeringsbudget wat UWV beschikbaar heeft. Dan heb ik het dus niet over de ICT-component. Dan zeg ik wel dat wij inmiddels 1 miljard minder uitgeven dan 10 jaar geleden. En ik ben ervan overtuigd. Dat heeft ook natuurlijk te maken met dat wij heel veel bedrijfsverenigingen hadden, verschillende systemen. Allemaal naar één systeem zijn gegaan. Dus dat wij ook in de ICT-component belangrijk zijn teruggegaan. Maar ook dat in onze bedrijfsvoering steeds efficiënter is ingericht. Waardoor wij ook minder personeel hebben. Het is ook iets van 8000 minder mensen die bij ons werken. Goed, dat dus kunnen we gewoon in de jaarrekeningen teruglezen, neem ik aan. Prima. Ja. Ik kijk even rond. Ik zie mevrouw Bruinslot over de Kamer, denk ik, nog even. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Wat vindt u van de rol van de Tweede Kamer bij ICT-projecten en wat zouden wij hier in de Kamer beter kunnen doen?
Ik denk dat dat voor u als lid van de Kamer, maar ook zeg maar als lid van de Raad van Bestuur van het UBV, wij uiteindelijk aan dezelfde kant van het touw staan te trekken. Namelijk, we willen een overheid die dienstverlening heeft voor de burger die er is. En tegelijkertijd wil je ook een overheid die betaalbaar is, hè, die ook voor de belastingbetaler te doen is. Ik denk dat het van belang is, als je dat als uitgangspunt neemt, dat het goed is om te realiseren dat wil je ICT-projecten gecontroleerd uitvoeren, dat je daar ook de tijd voor hebt. En dat de tijdsdruk om dingen te veranderen, niet heel veel spanning op. Het is al ingewikkeld genoeg zonder die extra tijdsdruk. Dus als je daar tijd voor krijgt, denk ik dat de dienstverlening aan de burger en uiteindelijk misschien ook nog wel de ICT-uitgaven daardoor minder zullen zijn. Dat lijkt mij een belangrijke component. Een andere, tweede component, ook vanuit die burger bekeken. Wij maken soms met elkaar, ik ben uiteindelijk ook net zo goed onderdeel van Democratisch Nederland, wetgeving die soms knap ingewikkeld is. En dat doen we vaak met het idee dat dan komen de burgers tegemoet, heel veel uitzonderingen. Maar ik vraag me echt ernstig af of we daarmee echt de burger tegemoet komen. Want elke uitzondering maakt ook wel dat we regelgeving maken die soms moeilijk uitlegbaar is, die niet meer toegankelijk is. En die bovendien ook nog eens een keer moeilijker te realiseren is. Dus ik denk dat als we regelgeving maken die veel meer eenvoud heeft, dat zowel dat voor de burger beter uitlegbaar is, voor de uitvoerder beter uitvoerbaar en uiteindelijk ook tot een goedkopere overheid kan leiden. Ik vond dat u daar in een interview in het blad PM ook een heldere uitspraak over had. Toen gaf u op dat laatste punt inderdaad als voorbeeld de mantelzorg. Die kan leiden tot de verlenging van het perioderecht van de UWV-uitkering. En u zei daarover, het blijft een politieke afweging, maar de kosten die hier tegenover staan zouden bij deze politieke afwegingen vaker en nadrukkelijker moeten worden gesteld. Dat is wat u met het tweede punt bedoelt. Ja. Helder. En aanvullend, dan vindt u dus ook dat bijvoorbeeld de minister tegen de Kamer moet zeggen, dames en heren, als u dat wilt, gaan we dat doen, maar het kost zo en zoveel meer, het gaat zo en zoveel langer duren. Ja, dan wel dat wij zeggen, dit kunnen we doen, maar gaan we dus niet in een systeem bouwen. Dat gaan we dus gewoon handmatig doen. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan natuurlijk ook. Ik kijk even rond. Ik heb nog één vraag. En misschien vindt u het lachwekkend, maar het is serieus bedoeld, omdat ik het gewoon echt niet snap. Waarom moet het 5 jaar duren om een site werkend te krijgen waarin werklozen een baan kunnen vinden die werkgevers aanbieden? Dat snap ik niet. Werk.nl is geen vacature-site. Het is een vacature-portaal. Nu snap ik het. Ik ga even, verder. Wat je ziet in dat er een heleboel partijen zijn die echt vacatures aanbieden. En dat is echt ook de core business. Wat wij doen met werk.nl is in feite het hele proces ook van rechten en plichten die ook burgers hebben om te solliciteren, et cetera. Dat zit er allemaal achter. Betekent ook dat er allerlei databases achter zitten. Dus het is niet zomaar even een site om vacatures te matchen. Maar dan nog, waarom moet dat 5 jaar duren om dat in elkaar te schroeven? Een website op zichzelf is zo gebouwd. Alle systemen daarachter, alles wat met elkaar samenhangt, dat is echt een stuk complexer. Dat begrijp ik. Maar waarom moet het, ook als dat complex is, 5 jaar duren? Datgene waar wij nu mee bezig zijn, dat is nog nergens vertoond. Want u vergelijkt het met de markt, maar in de markt zijn er echt andere dingen die daar worden gepresenteerd. Dus dit is echt iets. We krijgen ook bezoek vanuit het buitenland die juist naar ons komen kijken. Zeg, wat ga je snel? Nou, die hebben wel zoiets van, ik vind dit, die volgen dat met argusogen, dan wel met belangstelling, afhankelijk van vanaf welke kant je het kijkt. Omdat natuurlijk wel, als dit gaat werken, en ik zeg, het werkt nu al, weliswaar met incidenten en verstoringen, maar ik vind dat werk.nl behoorlijk stabiel is in het verleden. Nogmaals, dienstverlening blijft voorop. Dus op het moment dat er verstoring is, moeten wij zorgen voor een alternatief.
2015 staat het basisniveau en ook daarna gaan we gewoon verder. Oké, dank u wel. Is er nog iets dat u tegen ons wilt zeggen? Daar hebben jullie niet aan gedacht en dat wil ik absoluut nog kwijt. Nou, ik vond eigenlijk datgene wat zojuist aan de orde kwam over het parlement, dat was echt een boodschap die ik ook wel had willen achterlaten. Heel veel dank daarvoor. Want er zijn volgens mij, dus ik heb echt zoiets van, we trekken echt aan dezelfde kant van het touw. En we kunnen elkaar daar denk ik in helpen. Dank u zeer voor deze stichtelijke eindwoorden. Wij gaan vrijdag 23 mei, dus aanstaande vrijdag, weer verder om 9:45. En morgenochtend zullen wij via de site onze gasten van aanstaande vrijdag bekendmaken. Ik sluit de vergadering. En ik dank u zeer voor uw aanwezigheid. Ja.